Hoeveel mensen hebben eigenlijk uiterst Voor hoeveel mensen is het relevant? Bij duursporters worden getallen genoemd van... pak een beet 15 tot 15 procent bij de vrouwen... en de mannen 5 tot 10 procent. Welkom bij de Slimmer Presteren podcast. Jouw wekelijkse kop koffie met wetenschapsjournalist Jurgen van Tevelen en ik, middle-aged man in Lycra, Gerrit Heiko. Over sport... Onderzoek en innovatie. Voor mensen die hun grenzen willen verleggen, maar daarbij de grens tussen onzin en zinvol niet uit het oog willen verliezen. In deze aflevering praat ik met Jurgen over slimmer presteren met extra ijzer. Zinvol of onzin? Tijdens een langdurige inspanning zijn je spieren afhankelijk van de aanvoer van zuurstof. En om zuurstof in het bloed te transporteren is ijzer nodig. Hoe zorgt het lichaam ervoor dat de ijzervoorraad op peil blijft? Hebben sommige sporters baat bij ijzersuppletie en wanneer dan precies? En kan het eigenlijk kwaad om sowieso extra ijzer in te nemen? Voordat we beginnen, nog even drie dingen om aan te denken als jij zelf ook slimmer wilt presteren. Nummer 1. Druk nu gelijk even op abonneren, zodat je altijd direct in de gaten hebt wanneer er een nieuwe aflevering online komt. Nummer 2. Weet dat je Jurgen en mij ook kunt boeken voor jouw volgende bijeenkomst als spreker of presentator. Neem gerust eens contact met ons op via de contactgevers hieronder. En 3. Deze podcast wordt geproduceerd en gesponsord door Live Online Events. Serieus goede content rondom jouw congres of event. Check www.loe.tv voor meer info. Jugge, hey. goedemorgen. Goedemorgen, Gerrit. Welkom, nieuwe aflevering. Mm -hmm. Midden mei, de lente gaat eindelijk beginnen. Nog een paar weekjes en dan is het uh, Uilentoren lopen. We zijn bijna uitverkocht. Kijk. Leuk, hè? Ja. Dus uh, mensen die nu luisteren denken: kak, ik uh, wilde eigenlijk nog mee, of ik wist het niet zeker. Prijzen gaan omhoog, of? Uh... De prijzen gaan de laatste week omhoog. Je hebt nu uh, gewoon nog een week om uh, op het reguliere tarief te bestellen, maar uh, vol is vol, op is op. Dus uh, ik zou niet langer wachten. Aanstaande zondag, als je dit uh, luistert op de dag dat het uitkomt, is het Utrecht Marathon. Mm, ja. Ook leuk. Ik ga er naartoe, niet om de hele te lopen, wel met een startnummer van de hele. Maar ik ga een vriend van mij hazen in het tweede rondje. Is me goed bevallen in NSGD om mensen te helpen in zo'n marathon. Dus ik heb dat hem aangeboden, heeft dat aangepakt. En welke uh, streeftijd heeft hij? Hij heeft hem opgegeven voor 3 uur 55 minuten. Je kent dat wel, zo'n soort plan. Uh, van okay. Net onder de 4 uur. Uh, dat zijn de interessante atleten. <laughs> maar natuurlijk. het is de allereerste. Ja. En uh, nou ja, we gaan wel kijken wat er ja, gebeurt. Leuk. Dus daar heb ik zin in. Er zijn veel ja. meer luisteraars waarvan ik weet. Ja. Ik had toch al in mijn agenda staan dat ik zou gaan kijken en supporten. Dus na mijn NSGD-avontuur. Dat Kantje van. dat ik ook nog kom. Ja. En misschien wel een stukje meelopen. Nou, maar dat dan zou ik zelf Niet, niet die hele. Dat, nee, nee, Een half, half rondje. Nou, kortom, dat is zondag. En dan is het natuurlijk belangrijk, als we het toch weer even over de marathon hebben, dat de zuurstofbevoorrading mm -hmm. goed door ja. ons lijf gaat. En ik heb er nog in al die aflevering nooit eerder over gehoord, maar ik begrijp dat we het over ijzer moeten hebben. Ja, ja aan de hand ook van uh, wat uh, luisteraars vragen. Ja, we hebben post gekregen. Ja. op ons mailadres post zal ik die gelijk voor. Dat lijkt me goed, zeker. Het uh, zijn Corine en Karin die ons hebben gemaild. De eerste is uh, Corine Jansen. Volgens mij uh, in ieder geval genomineerd als sportvrouw van het jaar in Drenthe. is een fanatieke obstacle runner. Mm -hmm. En die zegt... Uh, ik loop er tegenaan dat veel sporters en vrouwen... Interessant. Of vrouwelijke sporters, weet ik niet. In mijn omgeving een ijzertekort hebben of hadden. Oftewel een HB wat binnen de norm valt. Maar het feritinegehalte te laag. Ik ja, ik ben er gelijk al kwijt, maar dan ga jij me hopelijk allemaal uitleggen. Ik moet daarvoor nu extra ijzer innemen. Maar feritine is voor opname en opslag. Als ik dan heel veel ijzer ineens binnenkrijg, maar ik kan het slecht opslaan, waarom zou me dit dan helpen? Ook kun je niet even wat feritine bij eten. Je richt je op het verbeteren van je ijzerinname en opname. Ik krijg hier natuurlijk nu veel vragen over en heb geprobeerd dit uit te zoeken. Maar ik kom er niet uit. Kortom, Jurgen, help. Oh jee. En in zo'n uh, categorie is ook eigenlijk de mail van Karine uh, Gipkes uit Rotterdam. Die zegt: Zouden jullie misschien eens een aflevering kunnen maken over bloedarmoede? Is dat hetzelfde, Jurgen? Hij heeft het zo en legt het uit. Ga je zo er, zo zit, er zit wat nuance in. Ja, ja. Ja. En als gevolg van een ijzertekort. Bij duursporters. Ik ben heel benieuwd naar wat Jurgen, daar is hij weer, hierover in de literatuur vindt en wat Guido doet met de trainingsschema's als een van zijn sporters ermee te maken heeft. Mag je bijvoorbeeld gewoon doortrainen wanneer je met tabletten je ijzervoorraad weer op pijl probeert te krijgen of werkt dat het herstel juist tegen? En als je toch mag trainen, is fietsen dan verstandiger dan lopen? In, in verband met de klappen die de rode bloedcellen zouden krijgen bij de voetlanding. Mij duizelt dat af, ja, want ik ja. hoor hier vragen en, en twijfels en aspecten. Het is aspecten. duidelijk, het is niet een heel simpel onderwerp. Nee. Het is geen ja nee antwoord. Nee, en ik hier. moet zeggen, ik hoor ja. allemaal dingen waarvan ik, ik niet eens ja. wist dat ze speelden, waarin ik merk dat Corine en Karin al wel voorkennis hebben. Ja. Dus wat gaan we doen? We gaan straks zeker even zoomen met Vroemen. om aan hem te vragen. G uh, Guido, één. Meet jij dit bij je atleten? Mm -hmm. Ik weet dat hij in de uh, sportinspanningstest ook bloed meet en dan, dan ja. meet hij deze waarde. En vervolgens die vraag van Karina aan hem voorleggen: wat betekent dat dan voor de training? Maar ja, we gaan het ook maar eens hebben over de basis. Wat doet ijzer eigenlijk in je ja, lichaam? En Waarom ook, is het belangrijk? En, uh, ja. Ja. Waarom moet je er genoeg van ja, hebben? Hoe nou krijg ja. je het dan binnen? Wanneer is er een tekort? Wat doet dat met sportprestatie? Welke sporters moeten specifiek uitkijken voor ijzer? En wat moet je dan wel en niet doen? Allemaal vragen waar we naar nou op weg gaan. Vind jij het wel eens eigenlijk? Nee, ik heb uh, door deze podcast inmiddels uh, veel geprobeerd, maar nou ja. Nee, nee, zeker niet uh, expliciet. Niet extra, ik heb het je al vaker verteld. Ik ja. uh, slik graag, zeker als het er <laughs> in de maand zit, ja. daar ben ik dus sinds deze maand mee gestopt. Een uh, multivitamine pil. Ja. En ik ga er maar vanuit dat daar ook ijzer in zit. Ja, dan heb, je heb ja, ik eigenlijk nog check Ik ja, denk maar... eigenlijk, hoeft niet. Nee, nee. waarom niet? Ja. Ja, ja, ik denk dan, daar zit alles in. En toch? toen je jong was, want het, uh, ik, toen ik jong was, heb ik toch wel regelmatig een pilletje moeten mogen slikken. Ik herken het hele onderwerp ja. niet. Het en is dat voor was mij nog nooit een Nou ja, geweest. daar moest ik aan denken. Uh, dan zat ik toch een beetje, ja, had ik, had ik niet zoveel energie. Dan zit je puberteiten, praat je dan over. En dan, dan zei mijn moeder, zei, ja, je bent een beetje bleek. En dan uh, zei ze, doe even je oogleden omlaag. Ja. Dus zoals ik nu doe. Ja, voor de en dan keek ze even ja. naar de kleur van het binnenste ooglid. Ja. moet en, je dat zien? En als dat te wit was, en de, bij jou is het mooi rood. Oké, okay, ik vind Zij... jou best wel wit eigenlijk. Nu. Oh ja, shit. <laughs> Zo toch? Ja, nou ja. Uh, zei ze: hé, hey, volgens mij uh, ja, heb je ijzertekort. En dan uh, ging ik in aan de huisarts, en dan kreeg ik van die bruine pilletjes. Ja. En dat was een goede indicator. Of mijn moeder had daar in ieder geval zicht op. Dus uh, dat, dat noem je al wat dingen. Aan de ene kant heeft dus iets met bloed te maken. Ja, bloeden, met de dat. Het kleur van bloed, like van bloed. Ja. En ten tweede, ja, lusteloosheid, energieverlies. Uh, uh, ja, tot niet zoveel in staat zijn En tegelijkertijd, jouw puberteit is uh, meer dan 40 jaar geleden. Ja. Dus laten we ook even kijken wat de wetenschap in de tussentijd. Precies, uh, want er zijn best wel wat gevonden. nieuwe ontwikkelingen, ook voor mij. Dus wat betreft. Uh, Oh ja, ik, zet, ik ga het meteen even neerzetten. IJzer, waar ja, zit dat in het lichaam? Basis, en hoeveel hebben wij? Heb ik Thomas even opgezocht. We gaan uit van een man van 70 kilo. Ben jij een beetje denk nou, ik? Ik heb een paar bonus kilo's. Okay. Maar uh, lief van je. Dan zit je er zeggen. als het ongeveer 3,5 gram ijzer in het lichaam. Dat is allemaal niet heel veel, natuurlijk. 3,5 gram, gram door je hele lichaam ja. bij een man van 70. Waarvan, en een vrouw van 70? Ja, dat, dat is dan niet beschreven. Alsof oh, uh, nou, daar komen we zo nog op de verschillende mannen-vrouwen. Um, waarvan 2,4 gram, pak een beet dus uh, twee derde, denk ja, ik. Ja. Uh, zit in het bloed. Nou, en daar okay. hadden we het al over. En dat is gebonden namelijk aan hemoglobine. Ja, dat, dat is die HB-waarde waar ja, Corine het ook en over. En hemoglobine heeft. is belangrijk transporteiwit. Uh, dat zit in de rode bloedcellen en uh, zorgt voor het transport van zuurstof. Hey, en even dan uh, bellen, horen luiden, kleepels zoeken. Ja. Uh, HB-waarde is toch ook de waarde die iets zegt over hoeveel rode bloedlichamen je he hebt? Dat is ja. toch ook wat ze met die EPO en die doping proberen ja. op te krikken? Ja, dan heb je twee. Je hebt hemoglobine, dus de totale hoeveelheid of concentratie van dat transport eiwit. Ja. Waarvan heel veel, uh, ja, heel veel hemoglobine zit. Er is een getal van in één rode bloedcel. Ja, nou, en dat kun je allemaal optellen, natuurlijk. Ja. Het andere is waar jij het over hebt, is hematocriet. Ah, sorry. En okay. dat is als je bloed gaat afdraaien. Ja. En dan, uh, dan zakken de rode bloedcellen uh, naar de onderkant. Ja. En de plasma, uh, dus eigenlijk het, het vocht waarin het zit, zit aan de bovenkant. En dan kom je uit op hematocriet van ongeveer 40, 45, 50. Uh, als je daar bovenheen gaat, dan zeggen ze: Oh, dit, dit, is, dit is niet gek. goed. Dit willen ja. we niet. Dus dat is tegenwoordig een soort bescherming tegen ja, extra uh, EPO of extra uh, rode bloedcellen die je geeft. Exact. Uh... Dus ik liep mijn zijpad in. Rode bloedcellen ja. zijn niet hetzelfde als ijzer, maar dat ijzer. Zit daar wel in bij aan om, ja. om dat transport mogelijk te maken? Ja, hemoglobine, dat zijn, uh, als je het goed kijkt, ja, die hebben een, een heemgroep, wordt altijd gezegd. En een heemgroep is een karakteristiek, heeft die ijzer, zit daar in het midden. Ja, en de uh, ijzer is in staat, ja, of die heemgroep is in staat om zuurstof te binden en dat geeft dan ook uh, hemoglobine een bepaalde kleur. Ja. Nou, als het veel zuurstof bindt, is het ja, een beetje dat lichtrode. Ja. En als het wat minder kan binden, bij, uh, is het wat donkerder rood, dus het veneuze bloed. En het goede is dus arteriële bloed, dus dat is het aanvoerende bloed naar de spieren. Ja. Dus nadat de longen, nou, ja. het bloed passeert het zuurstof, de longen, wat zuurstof opneemt. Ja. ja. Zuurstof komt in het bloed en dat, uh, ja, kijk, als die hemoglobine er niet zou zijn, dan kon je lang niet zoveel uh, zuurstof transporteren. Dus dat is een hele mooie manier om uh, extra zuurstof vanuit de longen op te nemen en naar die spieren te vervoeren. Ja. Um, en dat heeft te maken met zuurstofbinding uh, en, en saturatie En moet ik het dan Uiteindelijk? Zo simpel zijn, zien als... Uh, je zegt 3,5 gram in mijn hele lichaam, 2,4 in mijn bloed. Ja. Als ik minder ijzer in mijn bloed zou hebben of ijzer tekort... Mm -hmm. is dat bloed minder goed in staat om dat ja. zuurstof te transporteren. Is dat ja. hoe het werkt? Ja, dus eigenlijk dat je dan ook ziet dat je hemoglobinegehalte al omlaag gaat... Want ijzer is nodig om het hemoglobine te maken. Eigenlijk oh ja. is het gewoon een vast onderdeel dus die, ervan. Die hele transporters ja. verdwijnen dan. Precies. Dus dan heb je verminderd aanbod uh, en dat ja dat, dat uit zich dan in slechtere prestatie en en vermoeidheid ja. al nagenlang hoe erg het is. Maar nogmaals, dit is wel de klassieke manier vroeger van om te zeggen, ah, je hebt ijzertekort, gewoon hemoglobine. Inmiddels weten we namelijk dat ijzer ook op andere plekken in het lichaam zit. Ja, want we waren een gram kwijt. En dan eh, precies. En dan kom je uit op ongeveer 10% zit namelijk in de lever opgeslagen. Oké. Okay. En daar is het gebonden aan ferritine. En dat, hey, is dat het, hoorden we uh, net in de vraag van Corine. Uh, ongeveer, ja, 1,10 is dus 400 milligram in, aan ferritine in de lever. Je hebt ook nog in spiervezels zelf een voorraadje van ongeveer uh, een, een 10% daar heb je namelijk myoglobine. dat is een beetje dus de, de spier tegenhanger van hemoglobine, dus dat kan ook zit ook ijzer in, dat verbindt ook zuurstof. Ik heb wel een beetje het idee dat ik een, uh, een biologie SO ja. van mijn dochter zit te overhoren. Ja, ja. maar, ik maar het is wel bij te, te weten en ja, en het ja, andere ja. is, wat we ook wel eens willen vergeten, of uh, dat ijzer is ook betrokken bij. We hebben de aflevering natuurlijk gehad over mitochondriën ja, en ja, ja, ja. Uh, hoe die werken. Dat een aantal stappen daarvan. Dus uh, in die mitochondrien bij de omzetting eigenlijk van uh, uh, ja, die oxidatie van je koolhydraten vetten richting je energiedragers je ATP, ja. dat daar ook ijzer bij betrokken is. Een aantal enzymen doen het beter uh, of die hebben eigenlijk uh, ijzer nodig. Dus dan merk je al van ah, dat, misschien als je daar ijzertekort hebt in je spiercellen zelf. Dan heb je ook minder mogelijkheden om nou ja, uh, energie aan te maken. Om sportief te knallen. Precies. Ja. Nou, dus dat is spieren, lever. Dan heb je ook nog een stukje in de macrofagen. Die zijn onderdeel in het, van het immuunsysteem. Dat geeft ook weer aan: ah, ijzer heeft ergens een rol bij het immuunsysteem. Dan heb je natuurlijk een stukje in het beenmerg, omdat daar de rode bloedcellen worden aangemaakt. Ja, en, dus daar uh, moet die het vandaan komen of zo. Precies. Ja, ja. ja, dat is eigenlijk. Ja, de voorraad ligt daar een beetje al klaar als het lichaam. Want nogmaals, rode bloedcellen worden eigenlijk continu aangemaakt. Het levensduur van de rode bloedcellen is ongeveer 120 dagen, heb ik altijd geleerd. En 1% van je rode bloedcel wordt eigenlijk uh, continu, ja, is, is, wordt afgebroken mm -hmm. per dag. Zo, mm -hmm. hè? Uh, en dan heb je nog een heel klein beetje: het wordt getransporteerd als. Transferine in het bloed. Uh, en daar kom ik later op. Je denkt, nou ja, uh, 4 milligram, dat is natuurlijk op het begin, wat ik zei, op die 3,5 gram helemaal niks. Nee. Maar daar kunnen ze toch gebruiken uiteindelijk uh, de medici, en uh, dan moeten we straks maar eens aan, aan, aan dokter Vroemen vragen, om iets te zeggen over je ijzervoorraad. Dat betekent eigenlijk dus, uh, ja, dat, dat ijzer op verschillende plekken ligt en, ja, in, en de voorraad kan dus op verschillende plekken ook, nou ja, een, een indicatie zijn dat de voorraad aan het uh, afnemen is. Komen we zo op hoe je dat precies gaat meten en dan heeft Karin of Corine had het er al over dat je verschillende metingen hebt. Ja. Dus los van je hemoglobine, misschien ook wel eens naar je transvrienden kijken. Dat hebben ze bij haar gedaan in ieder geval. Um, want dat dat is eigenlijk uh, denk ik de nieuwste inzichten dat ze merken van a. Ah, je kan nog prima een normaal hemoglobine hebben, ja. toch vermoeid zijn. En dan werd vroeger altijd gezegd, ja, nou ja, goed, dan is het een andere oorzaak van je vermoeidheid. Nee, dan Doe er niks aan. Nee. Maar dat is tegenwoordig zeggen, ja, je kan ook, uh, dat is een beetje een late marker dat je echt in je hemoglobine die uh, een, een tekort vindt. Dat je al je, te, ja, eigenlijk je voorraad in je lever bijvoorbeeld... Of misschien in je beenmerg, of op die andere plekken waar het gebonden is aan transferine. Dat dat minder wordt. En dan is het interessante, ja, dat transferine wordt dan gemeten in het bloed. Ja. Dus dat is ook weer een afspiegeling van uh, die andere plekken in het lichaam. En je ziet daar dat als dat uh, afneemt, dat dat in ieder geval een indicatie kan zijn of van uh, voorraden, uh, mindere voorraden. Ja. In lever, onder andere. Het lastige is wel, en daar moeten we het ook maar eens met vroem over hebben, dat ferritine uh, is ook gevoelig voor ontstekingen. Dus uh, als er een Wat ontsteking... Wat bedoel je met gevoelig voor? Ja, is een... Uh, is dus als er een ontsteking is? Ja, dan gaat het ook omhoog. Dus het is een beetje ja, ja, een Ja, dus dan, zou je het, dan is je meting niet zo betrouwbaar. Ja, ja precies. Dus het is, het okay, is waarschijnlijk toch... een soort toch, heel praktisch probleem. Ja, ja, daar is weer de relatie in met het immuunsysteem. Met ja. Die macrofagen waar ik het net over had... Dus het is niet klakkeloos iets van, nou, te hoog. Ja, dus een ver je kan ijzertekort hebben. En dat ook weer niet oppikken aan je ferritine, omdat je wellicht ja. een ontsteking hebt. Dan zou je omdat weer omdat je heel veel sport en ja. voortdurend ontstekingsreacties Precies. in SBR En dan er komt er weer ja. een ontstekingsmarker. zou je dan ja. misschien moeten meenemen. Ja. Dus ik ben benieuwd hoe dat in de praktijk aan toe gaat. Oké, okay. wow. Ja. Uh, een reisje onder de motorkap. Ja. Super technisch. Dank. Uh, ik begrijp een beetje nu de rol van ijzer... en de plekken waar het kan zitten... Ja. en dus waar je het wel of niet kan meten. Mm -hmm. Maar nu, hoe gevoelig is die voorraad? Wat, wat is het effect als ik een beetje te veel... of een beetje ja. te weinig heb? Laten we beginnen met te weinig. Want daar lijkt het hier de hele tijd over te gaan. Hè? Hoe snel of hoe, hoe nauwkeurig is, ja, dat dat is dat onderzocht? Dat is een hele interessante... omdat ze eigenlijk... Nou, en dat is pas echt studies van de laatste jaren... ze snappen nog niet zo heel veel van... Um, de, ja, de regelmechanismen die in het lichaam eigenlijk zorgen dat de ijzervoorraden op peil blijven. En dat het ook niet te veel wordt. Daar kom ik op waar, waarom je dat niet zou willen. En hoe het re lichaam reageert als er te weinig is. Um, ja, dan zou je zeggen Behalve dat... de symptomen die we al 40 jaar kennen: moe, ja. lusteloos. Ja, precies. Is het een beetje hoeveel prestatieverlies je uiteindelijk. Ik mag verwachten bijna, ja, daar hangt het denk ik heel erg vanaf. Er is gewoon echt een lineaire relatie tussen uh, in ieder geval je VO2 max, ja, en je hoeveelheid hemoglobine, of ja. je hoeveelheid uh, hemotriet. Ja, in de alle, alle discussies van die je vaak hoort, wat is nou heel bepalend voor je maximale zuurstofopname? Dan heb je drie schakels: je longen, je hart en je spieren. Ja, nou, uh, en dit is eigenlijk de connector. Dus ja. die drie dingen. En dat blijkt ook dat die longen, die hebben eigenlijk bij gezonde mensen, uh, zoals jij en ik, uh, overcapaciteit. Dus dat is op zich die geen... Die zouden meer zuurstof kunnen geven dan het lichaam kan verwerken. Uh, nou, er zit gewoon een extra, die, die hoeven nooit helemaal geleegd te worden. Of Precies, die, ja, ja, die ja, ja. De, Daar zit de beperking niet. Als jij je VO2 max bereikt... Zit hem niet zozeer in de longen dat die te weinig zuurstof, zeg maar, kunnen opnemen en ja, aanbevelen. We hebben het vaker boek. over gehad als we het hebben over ademhalingstraining. Ja, vandaar opnemen, altijd ja. de opmerking: ja, wat heb je eigenlijk aan ademhalingstraining? Of uh, ja, uh, je mond afplakken of noem maar op. Om je ademhaling te verbeteren. Er valt niet zoveel te verbeteren. Of nou ja, er is geen daar beperking. Zit niet de beperkende daar. Nee. Factor in de sportprestatie. Ja, ja, Maar de belangrijkste factor zit toch vaak in het, in het hart. En uh, het bloed. Mm -hmm. En dat, dat blijkt gewoon als jouw. Het is gewoon eigenlijk afhankelijk van je hart hoeveel bloed jouw hart per minuut kan rondpompen. En dat is afhankelijk van de hoeveelheid bloed. En dan met name eigenlijk de, de hoeveelheid rode bloedcellen. Daar en daar heen. zit die. Daar zit die relatie ja. met ijzer. En als, als die zijn, omlaag gaat, is er gewoon minder. Ja. En er is gewoon een hele die. duidelijke lineaire relatie, zelfs, als jij in ieder geval voor hemcrit en hemoglobine. Als jij dat omhoog weet te krikken, vandaar dat EPO of uh, bloedtransfusie toch wel heel goed werkt bij die, uh, die wielrenners. Ja, dan gaat het gewoon oh, je V2 Max... Ho. Uh, Ik loop weer even een zijstapje in. Ja. Uh, er is toch die befaamde ja. Leidse studie ja. die claimde dat EPO helemaal geen effect Klopt. had. Dat, uh, nou ja, dat is ook te kort door de bocht, want die zagen daadwerkelijk wel effect op V2 Max, maar dat werd niet gerapporteerd. Die zoomde volledig in op die test op de mond van toe. Oh, waarin ja, ze uiteindelijk. Het, het was in een te die... smalle blik met ja. te weinig proefver. In die hè? twee groepen ja. te ja. weinig ja. vonden. Ja, dat was het. Dus biologisch gezien, ja. had dat wel degelijk zin. Ja. Nou, en je kan je nog uh, zeggen. oké, okay, in niet, getraind, niet goed getrainde mensen zit er ook wel een beperking spierniveau, ja. met name uh, ja mitochondriaal. Ja. Topsporters worden toch word even het een voor beetje... de mensen die, die mooie mooie maar technische ja. aflevering hebben gemist met Matthijs Hesselink, mitochondriaal, oftewel de mitochondria, de 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 cellen of de systeemjes ja. in de spieren die ja. zorgen dat zuurstof en energie omgezet Precies. wordt in beweging. Ja. Hè? Dat is even ja. toch om iedereen. En mee te juist nemen. we gaan bij to bij topsporters vanuit dat die de mitochondria daar wel op orde zijn en ja. ook uh, goed werken, functioneel zijn. Waardoor die echte beperking eigenlijk toch echt in de aanvoer zit. Nou, exact. Dus Echtle. dat merk je dan wel, zeker. Hey. Um, maar het ging over... Um... De rol van ijzer. Ja. Jij zegt lineair verband, minder ijzer, waarschijnlijk ja. minder capaciteit van bloedvolume, minder prestatie. Ja. Maar we hebben het over regelmechanismen, fysiologie. Dat is altijd, het, het, het lichaam zorgt goed voor zichzelf. Ja. Als er ergens tekort ontstaat, gaat het lichaam toch zijn best doen om te zeggen, we kunnen dat, het tekort opvangen. Is het en is dat... tijd voor mijn favoriete woord. Ja, homeostase. Homeostase, ja, oftewel dat lichaam dat zorgt dat al die verschillende ja. parameters op het... Het ideale niveau blijft nou en dan zit er iets natuurlijk. Dan ja, de manier eigenlijk ijzer heeft niet zo'n hele goede capaciteit om even snel uh, of het lichaam om ijzer kwijt te raken. Ik denk zelfs dat, uh, ja, nou ja, de laten we even aan de voorkant van de vergelijking beginnen. Hoe krijg je het binnen? Ja. Met waar zit het in? In, uh, in allerlei uh, uh, voedingsmiddelen. Spinazie, toch? Ja, daar heb jij goed van. Ja, ja, ja. Nee, dus en, uh, nou, daar zit al een, een mooi aspect uh, in vlees en vis, sowieso. Oh jee. En dan is het, ja, sowieso. En dan is het in de makkelijke vorm, want dan is het ook eigenlijk in de heemvorm, waar ik het net over ah, ja. had. Nou, die, uh, en dat is als uh, ijzer 2, FE2. Dat wordt makkelijk opgenomen ergens in de. In en je ziet vlees de... en vis op één grote hoop. Dat is allemaal hetzelfde. Ja. Want ja. het is allemaal in feite het spier. spierweefsel ja. van een dier. Dus hebben dan, dan ook je... dat myoglobine? Of in ieder geval. Uh, ik ja. moet zeggen, door al onze afleveringen. En nu krijg ik misschien wat veganisten en vegetariërs tegen aan. Dus laat ik het genuanceerd zeggen. Wij leren toch langzaamaan door die 180 afleveringen. dat er. Want namelijk vanuit milieuzorg. ben ik ja. het helemaal eens: minder vlees eten, minder vis. Maar over de eiwitten over de creatine, nu dus over de ijzer, ja. dat er toch wel ook belangrijke voordelen zitten aan wel vlees ja, en vis eten. Als je het zo ziet het wel, maar gelukkig heeft het lichaam ook uh, alternatieven. Alleen, zoals je noemt, spinazie. Ja, uh, dat is natuurlijk geen, dat is geen vlees, dat is gewoon nee, groente. Maar dus, uh, het wil niet zeggen dat is de makkelijke vorm. Er is nog een wat ingewikkelder vorm, de Fe3+. Ja. Uh, dus niet Waar zit de, dat in? de niet heenvorm en die zit in die spinazie bijvoorbeeld. Oh, Oké, okay. ja, dat dus zijn die plantaardige ja, uh, uh, volkoren producten. En eigenlijk in je eten zit daar meer van dan op zich in je vlees. Ah. Alleen, het wordt wat moeilijker opgenomen. Ja, dat moet dan weer zo'n een of andere pathway door. Ja. Om 2 En dat te is er ergens in de darm in ieder geval om het om, om te zetten inderdaad. Oké. Okay, nou, dus en hier is mijn eigenlijk... tegenargument van alle vegetarische ja. veganisten, want Kunnen, uiteindelijk hoor ik nu prima. weer die pilvruchten. Ja. Die zijn dan eigenlijk dus twee vliegen in één klap, want dat is en plantaardig eiwit. Ja. En dus ook ijzer en dingen. Oké. Okay, en goedzo, er is ge gelukkig. En er is genoeg van. Ja. Uh, alleen dan kom je in uh, de dingen die je ooit misschien wel eens uh, gehoord hebt van. Ik hoor ze dan altijd van mijn moeder. Ja, daar is ze weer. Nooit spinazie samen met melk tegelijk. Als wij spinazie aten heb of zo. heb ik nog zo, nooit gehoord. Is dat geen goed idee? Dan moest ik geen melk drinken. Ja. Nee, want dat belemmert dus die opname van dat FV3+. Ah. Uh, ja, en, nou ja, goed, de zuivelproducten hebben, doen dat. Um, thee, koffie. Niet samen met nee, spinazie. nee vind ik ook een hele rare combinatie. Ja, nee, ja maar goed. Dus er zijn een aantal voedingsmiddelen <laughs> en, en die de opname even van dat het 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 we lekker plus. praktisch hè? Ja. We komen even uit de biologie terug naar de keuken. Mm -hmm. uh, dus we gaan lekker spinazie eten. Dus eigenlijk spinazie à la crème. Is een bijzonder slecht idee zeg jij? Want ja. Dat doe je dus een eigen zuivelroom doe je door je spinazie heen. Mm -hmm. Niet doen. Um, jammer. Dus heb je het weer is het lekker is het niet goed. En hoe, hoeveel tijd moet daar dan tussen? Wanneer mag ik dan weer aan de thee na het eten? Je moet even die maag de kans geven om het te, te verwerken Je moet of zo. die twee dus gescheiden in ieder geval innemen. Dat is wel Duurt duidelijk. je ertussen of zo? Uh, mogelijk, waarschijnlijk. Ja, daar kom je daar straks op de tips. Want er komt nog een, 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 een molecuul. Wat er, nou ja, hepsidine. Hepsidine? Ja. Ik uh, heb nog nooit van gehoord. Wat is dat? Het uh, zit in de lever en die is betrokken. Daar weten ze in ieder geval dat die een soort terugkoppeling heeft op de opname van ijzer in de twaalfvingerig darm. Dus okay. die kan eigenlijk, als hepsidine hoog is, ja? dan remt het de opname van ijzer. Huh? In, dus, ja. En hoe wordt Hepsidine hoog? Ja, is dan de volgende vraag. Nou, wat is Hepsidine? Dat snappen ze nog niet helemaal. Uh, ze weten in ieder geval, het zit in de lever. Uh, het heeft een, ja, een 24 uur ritme, diurnaal. Ja. Dus het hangt een beetje vanaf. Het is in de ochtend volgens mij wat lager. En in de loop van de dag stijgt het iets. Ja. Nou, daar is natuurlijk heel veel hormonen of, ja, of ja, stoffen ja, ja, hebben ja, dat. Ja, ja. Maar het interessante dus, is... Dus, als ik dat vertaal, wordt je ijzer beter opgenomen in de ochtend? Ja. Ja? Um, Oké. Okay. Ja, 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 ja. En dan met name dus uit die... Uh, dat als FE3+, hè. Dat, uh, maar. Het andere is... Ja, en dan wordt het interessant. Inspanning zelf zorgt voor verhoging van hepsidine. Aha. Dus, want die hepsidine is een, een lichaams-eigen stof. Ja. En dus uh, als jij gaat inspannen, uh, hoe dat precies zit... Ja, dat is nog onduidelijk. Er worden in ieder geval allerlei moleculaire paden aangezet, waarvan er eentje is en geactiveerd, uh, die van het hepsidine, de, waardoor hepsidine omhoog gaat en eigenlijk zorgt dat de opname van ijzer na inspanning uh, slechter wordt. En dat is dus de reden om te denken: moet ik dan, daar moet je, kun je, moet je een rekening mee houden? Alleen dat is niet meteen na inspanning, dat is niet tijdens inspanning. Daar zit een soort vertraging in van drie tot zes uur. En is dit dan de kennis zien. op basis van, van zowel Corine als Karin al een beetje hinten naar ja. als ik ijzer aan het suppleren ben, mag ik dan wel volle bak doortrainen? Nou, dat nou, heeft ja, waarschijnlijk hiermee ja. te maken. Ja, ja. ja. Okay. want dat is dus een, een, een factor die in ieder geval het die omhoog gaat. Het andere is, ja, en dan maakt het echt wel ingewikkeld, ook ontsteking doet dat. Uh, en er is ook iets te maken met een, uh, ja. Nou ja, en dat nogmaals, als ik denk, veel sporten levert ook veel ontstekingsachtige reactie mm -hmm. op ja. in spieren. Dus dat is ja. dan logisch, ja. toch? Dat er zit ook een rol doet. van de zuurstofspanning in de lucht. Dus als jij op hoogte gaat, heeft dat ook een invloed op hepsidine. Maar het is best wel ingewikkeld. Ze hebben laatst. Uh, het klinkt heel ingewikkeld. Even kijken. Een meta-analyse van 2023. Dus een jaar geleden van Louise Burke. En Louise Burke is toch wel een autoriteit op het gebied van, van voeding, sportvoeding. Ja. Andere. En die heeft eigenlijk gekeken, welke studies zijn er nou... Uh, die, waardoor we kunnen zeggen van wat nou precies... Uh, welke factoren betrokken zijn bij die hepsidine-stijging ja, uh, of afname. Wat, wat is daar nou echt van invloed? En eigenlijk komt ze daar niet goed uit omdat ze ziet, nou ja, wat we wel kunnen stellen, het is verhoogd in de uren na inspanning. Wat ik al zei, dat duurt even, in ieder geval drie tot zes uur. Maar, zegt ze, ja, het hangt ook weer af van wat jouw hepsidine waarden voor de inspanning waren, hebben invloed. Het hangt af van de getraindheid. Het hangt af van de geslacht. En het hangt af van de duur van je inspanning. Het hangt daarbij... af van geslacht, ja. Want vrouwen, mannen. Vrouwen, uh, ik denk dat vrouwen toch, dat ben ik in ieder geval ergens anders tegen hebben, misschien wat minder opname al van nature. Misschien iets hogere hepsidine niveaus. Dus kan het kan kort door de bocht zijn. Maar... We zitten enorm diep in het zijpad. Hepsidine. Ja. Hepsidine, kan je meten? Hepsidine. Kan je meten, maar het gebeurt niet standaard in ieder geval. Okay. En dan moet er straks ook maar zijn vragen. En is vragen. die hebst zo'n belangrijke factor dat het daarmee eigenlijk de regelaar is van je ijzerniveau? Is dat waarom we er zo op ja, duiken nu? Ik, ik ga niet zeggen de is een, nee, belangrijke, een belangrijke... waarvan factor. ze in ieder geval nu weten de, waarom ze de relatie van ijzer-inspanning, dat die eigenlijk uh, twee kanten opgaat. En de ene kant waar we het over hadden, ja, ijzertekort. Geeft gedoe met inspanning. Geeft ja. prestatieverlies. Ja. Want te ja. weinig zuurstof ja. uh, aanbod. Aan de andere kant. Te veel inspanning. Of inspanning zelf. Ja, remt de opname weer van exact, ijzer. Wat dus, dan weer een cirkeltje kan ja. worden. Want daardoor kan je ijzer kort. Ja. Ik realiseer me. Uh, bijna een half uur in de aflevering. Dat ik helemaal niet aan het begin gevraagd heb. Hoeveel mensen hebben eigenlijk ijzertekort, tekort? Hoeveel ja. mensen hebben hiermee mee te maken? Voor hoeveel mensen is het relevant? Nou ja, Voor Corine en Karin. Schattingen. Uh, 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 vrouwen meer dan mannen. En ze komen bij duursporters worden getallen genoemd van pak een beetje 15 tot 15% procent van bij de vrouwen en de mannen 5 tot 10% procent. die want, daar dus een keer tegen aanlopen want ja. anders kun je het niet tellen nee. dus dat, dat wordt een keer gemeten of vastgesteld maar wel van duursporters echt specifiek ja, ja. en dan wordt inderdaad er uh, werd ook al in de mail gezegd maar hardlopers misschien nog meer nou ja zo uh, duidelijk durf ik er niet te zeggen omdat daar nog die factor bij zit van uh, ja de food strike He 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 hemolysis. Ja, daar heb ik echt nog nee. nooit van gehoord. Ja. Dat is die laatste zin van de mail van Karin. Dat je bij hardlopen door de klappen die je voetzolen ja. op de weg maken. Nou, niet als je vier centimeter dikke zolen nee. hebt natuurlijk. Ja. Maar als je wat dunnere zolen hebt, laat staan als je barefoot running doet, dan, dan sloop je in feite rode bloedcellen. Ja die, ja, die rode bloedcellen goed, dat zijn een beetje eigenlijk een soort uh, ja, ballonnetjes zeg maar. Ja, die, ja die, die zijn heel uh, soort parach als soort parachutes gaan ze door, uh, door, uh, door je bloed heen. Ja. Dus die kunnen ook makkelijk vervormen, daar niet van. Maar uiteindelijk is wel beschreven, inderdaad, dat uh, als die harde klappen krijgen uh, en, en langdurig, dat ze dan bijvoorbeeld bij contact op de grond ook stuk kunnen gaan. Ja, dan gaan continu rode bloedcellen stuk. Waarom bijvoorbeeld hardlopers of met name marathonlopers. Langdurige inspanning misschien extra vatbaar zijn, is los daarvan, dus mechanische uh, ja, destructie, zullen we zeggen. Ja. Is dat de inspanning heeft dan ook weer uh, oxidatieve stress? Waarbij eigenlijk, hebben we het ook denk ik afleveringen met over gehad. Ja, uh, overal waar extra zuurstof wordt verbruikt, zuurstof kan ook allemaal re gaan reageren en dan vrij radicalen geven. en vrij ra ra vrij radicalen. Die kunnen van alles en nog wat uh, wegvangen, stuk maken. Ja. Uh, en die kunnen dat ook doen met, met hemoglobine. Mm -hmm. Dus die gaan dan reageren met dat, uh, met dat eiwit, waardoor het minder functioneel wordt en wordt afgebroken uiteindelijk. Ik zou heel voorzichtig een tussenconclusie kunnen maken. Dit is eigenlijk al een tweede soort mm -hmm. schadelijk effect van lange inspanning. Ja, nou ja, maar goed. Epsidine, een vrije radicalen. Zoals ja. toen uh, Heslink ook zei. Ja, nee, dat klopt. Dat, dat is ook zo. Maar aan de andere kant. We Weten ook hoe gezond eigenlijk. Uh, nee, dat is het. Is. Maar dus in... voor dit, ja. ja, ja. Ontsteking. Nou, de, in de spieren. De, duidelijk. Ja, ja. Uh, en je hebt ook een beetje verlies door zweet. Rode ja. bloedlichamen verlies je door je zweet. ijzer. Oh, ijzer. Ja. Dus oké. Okay. Nee, dat is te los daarvan. dus we, we hadden uh, inderdaad die rode bloedcellen. Um, maar dan moeten we niet vergeten. Dat, ja, dus gaan en stuk. Maar ook heeft het te maken met, ik weet niet of jij wel eens uh, na je ontlasting krijgt, na een hele zware inspanning. Zeker, hartstikke donker. Hartstikke donker. Daar kan ook wel wat bloedresten in zitten. Ah. Daar uh, ja, hebben we het ook over gehad, alle afleveringen over uh, darmproblematiek. Ja, die darmen die worden gewoon een beetje afgeknepen qua bloedtoevoer. Ja, dat vinden ze natuurlijk niet fijn, want dan kunnen ze hun werk niet doen. Dat betekent ook wel dat daar uh, ja, het, het, de rode bloedcellen minder stromen, goed stromen. En dat dat ook uh, ja, wel ligt door die ischemiet, kort aan zuurstof, dat ze uh, zeggen ja oké, okay, uh, we, we gaan ze afbreken zeg maar, ja, want we, ja. we doen er toch niks mee. En dat uh, vind je dat uiteindelijk weer terug in, uh, ja, in, 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 in de stoelgang. In, uh, ja. Helder. Ja. Dus jij zegt specifiek hardlopen, specifiek duursport, nee andersom. Duursporten is Duursport. dus in zijn algemeen. Ja. Hardlopen misschien nog een beetje. Ja. Marathon helemaal. Daar heb je en, een studie van in de show notes. En staan. vrouwen dan extra vanwege de menstruatie, waarbij uh, ja, aanzienlijk bloedverlies kan optreden. Ja, daar hebben we het in aflevering 136 met Merel Wielink uitgebreid over ja. gehad. En dat uiteindelijk. Hè, het zijn geen liters, maar je bent toch wel degelijk ook bloedvolume ja. aan het verliezen daar. En daarbij ook nog hormoonschommelingen die je plaatsvinden tijdens menstruatie. We hebben het daar ook over gehad met, met Merel. Ja, die hebben waarschijnlijk ook weer een link Ook met hepsidine en, en die ijzeropname. Ja. Hoe dat precies zit, ja, ik, dat, nou, volgens mij moet dat nog echt wel goed uitgezocht worden. Dat verklaart dan in ieder geval dat uh, een hoger percentage van uh, duursportende uh, vrouwen. Dus met ijzertekort te maken hebben ten opzichte van mannen. Ja, want we hebben net 25% versus. Zo, Zoiets was het. Heet, ja, ja, precies. Ja, ja. ja. Oké, okay, nou, dan lijkt het mij een makkelijke tip en conclusie, Jurgen. Uh, als je aan duursport doet, zeker als vrouw, ijzer slikken. Toch? Gewoon een pilletje erbij. Ja, daar recht. Dat, dat is denk ik wel de oplossing. Zoals ik ze vroeger kreeg. Maar. Ja, nou ja, daar zit. Eén aspect is. Dan moet je heel lang slikken wel. En dat heeft te maken dat die. De, ik weet niet precies hoeveel er in de pil zit. Dat kunnen we aan Guido vragen. Want ik zocht nog even op. Kijk, het is leuk. 3,5 gram ijzer zit in het lichaam. Hoeveel krijg je daarvan binnen? En dat is eigenlijk maar heel weinig. Want in het dieet wordt nou, aanbevolen 15 tot 20 milligram. Milligram? Ja, per milligram. Maar precies, ja, per ja. dag. En voor, volgens mij, veganisten wel iets hoger. Maar dan praat je nou, misschien over 20, 30 milligram. Ja. En dan komt hij, maar slechts 1 tot 2 milligram per dag wordt hiervan opgenomen. Dus eigenlijk wat je eet... Dus ja, dit dat zei... lezen, we, lezen we ook in die mail van Corine. Ik begreep het niet helemaal, maar ik moet van alles slikken... en feritine en dit. Maar ja, als ik het niet kan opslaan... waar blijft het dan? Ja, Praat nou, ja, ze haalt volgens mij twee dingen door elkaar. Zij denkt van, moet ik niet gewoon feritine slikken? Want Is dat, dat iets anders ze... dan ijzer? Ja, want ferritine is het, uh, het eiwit wat ijzer bindt okay, eh, in die okay, voorraadkast yeah, zeg yeah, maar. Yeah, yeah. Waarom haar ferritine verlaagd is, ja, dat is waarschijnlijk ook gewoon dat uh, die lever bijvoorbeeld zegt van hoeveel ijzer hebben we? Nou, we hebben uh, x uh, hoeveelheid ijzer. Nou, omdat het binden moeten we ei hoeveelheid ferritine. Ja, dus als hebben. hij minder ijzer tegenkomt, gaat hij ook wat minder Precies. ferritine maken. En dat ja. zie je dan te, als in het bloed, uiteindelijk als een verlaging van je ferritine. En dat ja. wordt dan tegenwoordig ook gemeten. Maar je ferritine bijslikken ja. is niet per se, nee. leidt niet tot verhoogd ijzer. Nee, vasthouden. het is een marker eigenlijk van je hebt het tekort aan ijzer. Ja. En, uh, en daar hebben we denk ik ook nog niet over gehad. Dus je hebt de eerste fase wordt tegenwoordig ferritine gemeten, zoals uh, bij. Corine, Karine ja. het geval was. Nee, Corine. Corine, het Corine. had het over de feritine. Ja, ja. Uh, Dus ja, ik, ik begon met hemoglobine als de standaard. Dat was vroeger, maar eigenlijk zeggen ze dan zit je vrij. Laat al in, uh, in de in, keten. In de keten. Dus de eerste stap is te kijken van feritine. Is dat mogelijk verlaagd? Dan heb je het probleem van dat kan verhoogd zijn tijdens ontsteking. Moet je lastig interpreteren? Ja. Moet ja. je ook een ontstekingsmarker meenemen misschien? Ja. De volgende stap is dat je, uh, je hemoglobine nog steeds prima blijft, maar je feritine echt zwaar verlaagt. En dat je dan kijkt naar je transferine. En transferine is dus dat molecuul in het bloed wat ook ijzer kan binden. Hmm. En dan kijk je naar de, nou dan wordt het ingewikkeld, de saturatie eigenlijk van dat transferine met ijzer. Dat is dan, toch in feite wat je moeder doet aan de binnenkant van je oog, naar nou, de saturatie kijken? Ja. Eigenlijk wel, dan heb je een hele goede. Dus, uh, of mijn moeder zegt: ja, maar je hebt misschien al de, de volgende fase. Je hebt minder rode bloedcellen, dan ja, hemoglobine. Dan kijken ze naar de HB. Nee, maar dat is hetzelfde als uh, voor zuurstof, weten we ook. dat kijk je ook naar zuurstofsaturatie. Uh, ja. En dan, ja, dan weet ja. je eigenlijk hoeveel van jouw uh, he hemoglobine gebonden is aan zuurstof. En je kan je voorstellen, als er weinig zuurstof is. In het bloed, dan gaat ook die saturatie omlaag. Denk aan nou ja, de problematiek rondom uh, COVID destijds. Ja, dan ja, hoorden we het wel ja. eens. De saturatie is dan Arterieel is normaal uh, rond de 100%. Is dan misschien 90% of, of 85%. Gewoon ja. een indicatie. Ja. Er is te weinig zuurstof in de omgeving of in het bloed. Uh, hetzelfde kun je natuurlijk met ijzer ook doen. Als de dus transferrine-saturatie omlaag gaat... dan weet je, ah, er is te weinig ijzer voorradig. Ja. Ja. Nou, dat is, een, dat is een, de tweede stap. Kan allebei ook al gepaard gaan met vermoeidheid. Omdat... Uh, dat niet zozeer zit in de aanvoer van, uh, uh, van, van, van zuurstof, want hemoglobine is nog steeds op pijl, maar meer dan in die. Uh, die uh, die ja, de oxidatie of de aanmaak van energie in de mitochondria, waar ja. uh, ijzer bij betrokken is, en ja. dan de laatste stap is echt: dan zie je echt een verlaging van je hemoglobine, maar dan ben je al vrij ja, ver in dan het proces. De hele keten al weg, maar we, we kwamen hierop, omdat ik zei: zullen we gewoon uh, preventief slikken? En toen ja. zei jij: Nou, wacht even, maar je slikt maar heel weinig ja. milligrammen. Nou, dan ga je Wordt je dus, ook niet allemaal opgeslagen. Nou, uh, en als je dat doet, moet je dus al snel. Nou ja, ik kom achter vier tot twaalf weken slikken. Uh, en dat is geen lolletje, omdat je best wel met maagproblematiek te maken kan hebben. Je darmen vinden het niet heel fijn. Oh. Dus ik moet, uh, dat is een goede vraag voor Guido. Van, okay, schuiven we die uh, ook door? Hoeveel neem je dan eigenlijk? Ze komen in de vorm in ieder geval van ijzer met een andere stof, fumaraat, sulfaat, gluconaat. Um, soms wordt het om de dag genomen vanwege die maagproblematiek. Ja, kwam ik studie tegen dat slimmeriken die uh, denken: van ah, maar je kan toch ook een patch nemen? hè? Je plakt hem gewoon ja, op, je hem huid. op je arm. Nou, ja. dat blijkt dus uiteindelijk, Nou, daar hebben we het eerder over gehad. Aflevering, waar ging dat toen meer over? Ja, Nutri-tape, nutri bedoel ja. je die? Ja. ja. Dat het helemaal niet door je huid en je bloed komt. En wat zat er toen, uh, dat ja, was... daar toen? Ja, daar zaten soort voedingsstoffenachtige dingen in. Maar of dat BCAA, is inmiddels. Ja, of weet ja, ja, ik veel. Dat is nou ja. van de markt, volgens ja. mij. Ja. Nou, uh, dus, nee, je moet het dus echt slikken. Ehm. Uh, en het wordt in ieder geval, en het is misschien dat Guido het standaard al aanraadt bij sommige van zijn atleten, want ik zag dat het als gewoon extra supplement aanbevolen wordt voor dure atleten bij de American College of Sports Medicine, de Academy of Nutrition and Diet. Dit zijn de Amerikaanse sportartsen ja. en sportvoedingsdeskundigen en clubs. de uh, diëet uh, mensen in Canada. Ja. Nou. En die zeggen bij, dit gaat dan over elite atleten denk ik, ja. profsporters. Precies, die dus uh, ja, in de duursporten actief zijn. En die zijn. zeggen dan doe maar wat Ja, En het andere is dat ook dat is wel uh, ook bekend als jij op hoogte stage gaat. Ja. Ja, dan wordt het systeem geprikkeld om extra hemoglobine aan te maken. Nou, voor die hemoglobine om om goede hemoglobine uh, ketens te maken is ijzer nodig. Dus, dus dan daar moet je zou je het dus ook bij extra sowieso al meenemen. En volgens mij moet je daar van tevoren al mee beginnen. Is het dan goed om extra ijzer te hebben? Ja, nou, moeten jij en ik dat gewoon gaan doen? Want dat is natuurlijk de andere kant van de medaille. Uh, Wat als je teveel hebt? Mm, antwoord, is er een studio voor Nee, doe dat maar niet. Het is wel interessant. Er zijn gewoon mensen die, uh, ja, want veel dan praat je over ijzerstapelingsziekte... Of ijzerstapeling. En dat geeft uiteindelijk stapelt zich op in het lever en onderin in het hart. En dan krijg je uh, hartfalen van zelfs ja, uh, lange termijn. Dus te veel ijzer wil je ook niet hebben. Zit gewoon. Uh, dus daar moet je voor uitkijken. Uh, dat kan erfelijk zijn. Uh, Hemochromatose heet het dan. Ja, Het is geen fijne ziekte. Ik weet niet wat, precies wat ze doen. Misschien wel ader laten of noem maar op. Um, maar er zitten altijd subtiele genetische varianten zijn inmiddels uh, bekend. Ik ben je heel even kwijt. Want we hebben het over een overdosis ijzer. Of in ieder ja. geval ijzerslikken terwijl je het niet nodig hebt. Ja. Dat gaat opstapelen zeggen in laser en ja. hart. En dan zeg je deze ziekte kan erfelijk zijn. Maar dat, ja. we, we nee, dus er zijn dat mensen met geen te... genetische afwijkingen. Ja. En die stapelen ijzer van nature oh, dan op. Dan gebeurt het al. Ja. Dus die moeten extra ja. voorzichtig ja. Die zijn. Die zullen met ijzer. A, extra, heel makkelijk opnemen. Misschien, ja, dan ga ik. Helder. Ik kan je voorstellen als hepsidine okay. daar niet je. werkt. Ja. Of dat ze daar een ja. probleem hebben. Ja. Nu zijn er wat varianten gevonden. van mensen die een lichte vorm van ijzerstapeling hebben. Lichte. zonder dat het dus tot hartfalen of leefproblemen. En wat wel weer interessant is, vind ik dan. Is dat die mensen juist, uh, die, die vind je vaak, of tenminste, atleten die dat hebben, die hebben een betere zuurstofopnamecapaciteit en sportprestatie. Uh, dus ja, elk. Voorzichtige tussenconclusie. Elk nadeel heeft zijn voordeel. Dat kan een soort selectie zijn dat, uh, ja, dat, dat mensen dus die van nature. Nou ja, ik kan me voorstellen dat ze. Een goede iets grote ijzervoorraad hebben. Ja, dat zijn betere sporters. Waarschijnlijk dat zij iets een iets hoger hematokriet hebben, iets meer hemoglobine al aanmaken. Dat er, net die verhoogde productie. En nogmaals, dit is dus niet pathologisch verder. Die mensen kunnen prima leven. En blijkt uiteindelijk dat ze ook ja, een hogere zuurstofopnamecapaciteit capaciteit hebben. Pathologisch is de meest term voor dat het geen ziekteel van probleem is. Ja, het is ja, geen probleem. Ja. Ja. Maar Jurgen, nou, ik zal het zo. We gaan doorschakelen naar Guido, anders duurt het te lang. Maar zeggen we nou eigenlijk dan. Je, je kan. Als duursporter, zelfs jij en ik als amateur, preventief of extra, omdat je het leuk, lekker, belangrijk vindt, ijzer gaan bijslikken? Nee, ja, dat vind ik niet, want daarvan is het ja, wanneer is het te veel? wanneer is ja, het te weinig? Ja, want je zou dan, dan zou moeten je... gaan meten of ja. jij die ijzerstapelziekte nou, krijgt. Ja, precies. Dan zou jij echt, denk ik, structureel uh, iets moeten meten aan... Is dat een groot aan... risico? Komt die ziekte makkelijk voor, zeg maar? Uh, dan laten we dat maken? aan Guido vragen. In, nou, in hoeverre atleten hij atleten kent. Maar dat is in ieder geval het artikel wat ik in de show notes zet. Van, uh, met een mooie titel: Irony. Ja. Van dat ze zeggen: Ja, er is ontzettend veel aandacht voor een tekort aan ijzer bij atleten. En dan de mogelijkheid of de aanbeveling om bij te slikken. Maar let op: Atleten, uh, te veel is ook weer niet goed. En in dat artikel zeggen zij: uh, Ja, dat er in studies, te veel ijzer gevonden is bij 15% van de mannelijke marathonlopers en 5% van de vrouwen. Dat kun je en, dus wel opsporen. Ja, want je dan, kan ijzerstapelziekte... Ja, nee, uh, want dan kijk je gewoon denk ik naar... Je hebt natuurlijk afkapwaarden in het bloed van bijvoorbeeld je ferritine, of dat transferine, of misschien... En zelfs, die zijn dan aan de hoge kant. Ja, die zijn dan aan een bepaalde hoge kant. Dus helder, daar moet je... Helder. Ja. Um, nog? Ja, ik snap hem <laughs> wel. Ik snap hoe belangrijk ijzer is voor het sporten, met name voor de zuurstoftransport. Ja. Uh, mm -hmm. Ik snap nu dat topsporters geadviseerd wordt om dat bij te slikken. Onder andere omdat het met name duursporten zelf een negatieve of een remmende werking zou ja. kunnen hebben op de ijzeropname. Ja. Ik snap dat je dus, als je veel sport goed ijzerrijke voeding moet eten, dat kan simpel... Maar schadelijk door vlees en vis. Dat kan anders door spinazie, pulvruchten en andere ja. ijzerhoudende groenten. Daarbij opletten. Met, niet met melk, thee ja. of koffie. En het liefst de s ochtends vroeg of oh, ja. direct na de inspanning. Dus we moeten eigenlijk zo'n spinazie-shake bij het ontbijt gaan drinken. Dat ja. zou eigenlijk een heel goed idee zijn. <laughs> Toch? Zin, in plaats van die koffie hier. Ja. Nou ja, als ja. je dan spinazie gaat eten, heeft het minder zin bij ja. het avondeten dan bij het ochtendeten, ja. leer ik nu van jou oh zo'n lekkere ex Benedict met zo'n yeah. spinazie beetje ja. oh, zin in nee. hè ja, ja zin in zin in nou goed uh, we hebben het over voeding Voordat we naar Guido Vroemen gaan om uh, zijn inzichten. en met name ook die vraag over hoe moet je dan trainen als je ijzer slikt. Uh, voor te leggen, hebben we altijd even het stukje over onze luisteraars op het podium. Vorige week verdiende Marcel Teunsen zijn snelle sokken. met zijn mooie hek over het tandenpoetsen. Sloeg mooi bij het gebit. Ook deze week vond ik een inzending die mooi aansluit bij het thema van deze week. Namelijk, we hebben het over voeding. Dus als je nu voor het eerst luistert, we hebben een nieuw segment in de show samen met snelle sokken.nl. Wij hebben Slimmer Presteren, snelle sokken. Jij kan een paar verdienen door ons te laten weten wat één ding is, waarin, waardoor jij sneller of beter bent gaan sporten. Dankzij de Slimmer Presteren podcast. Maak een voice bericht van maximaal 30 seconden. En dan kan je naar ons WhatsApp als je vriend van de show bent, of ook op het vriend van de show platform uploaden. Deze week gaan de sokken naar het blok. Wat is één ding waardoor jij sneller gaat met slimmer presteren? Miep, miep, miep! Goedemorgen Gerrit en Jurgen. Wat mij het meeste bijgebleven is zijn de podcasts over voeding. Daardoor ben ik tijdens het en na het fietsen beter gaan eten, beter op mijn voeding gaan letten, regelmatiger gaan eten... Uh, dat heeft mij zeker geholpen door het makkelijker vol te kunnen houden, maar ook veel minder kranten te krijgen tijdens en ook wel na het fietsen. Hartstikke bedankt daarvoor. Ik ga zo door met jullie podcast. Ik kijk er elke vrijdag weer naar uit. Groetjes, het blok. Ja, mooi contrast eigenlijk met waar we het in deze aflevering over hebben. Ik herken dat ook als, als beginnend duursporten. Ergens moet je even leren. Hoe die hongerklop ontstaat. Ja, en dat je moet je meemaken. Als je eigenlijk. niet eet, ja. dat die dan vanzelf ja. komt. Plastic, dat is precies. even de basale, waar Ed al zegt. Nou, daar had ik al heel veel aan. Ja. Laat staan hoe diep onder motorkap uh, mensen nu aan het leren zijn over ijzer. Ik hoop dat je, het, uh, dat je er nog bij bent en dat je het kan waarderen. Voordat we naar Guido gaan, um, deze podcast. Je wil nog wat toevoegen. Ja, want over die shake van je, een hele goede. Dan moet je wat. Uh, ja, uh, sinaasappelsap bijvoorbeeld wel. Uh, mag je bijvoegen? Bij de spiracistische. Ja, ja. ja, want het blijkt dus: we hadden het allemaal over dingen die die opname verhinderen. Ja. Maar eentje helpt wel, dat is vitamine C. Ah. Ja, die helpt juist die opname. Oké, dus, okay, uh, dus we moeten eigenlijk. Een soort lekker receptje. Nou, laten we die oproep ja. doen aan onze <laughs> luisteraars. Heb jij nou een lekker receptje voor een shake met spinazie en sinaasappelsap? Stuur hem naar ons in via de Ad slimmer Podcast op Instagram of uh, slimmer presteren podcast op LinkedIn. Dan kunnen wij dat weer uh, lekker volgende week in de mailing zetten of zo. En als je nu denkt: mailing, mailing, mailing. Ik krijg hem een mailing. Moet je even naar onze website, www.slimmerpodcast.nl. Dan krijg je een pop-up. Stuur op de mailinglijst. Krijg je iedere vrijdag een mail. En. Steeds meer mensen komen erachter dat ze denken: is zo. Die Jurgen die heeft echt goed onderzoek gedaan. Die mannen die maken toch iedere week hier maar weer een leuke podcast. Ik wil dat toch ook financieel bijsteunen. Zoals je hoort, weinig advertenties in deze podcast. Hooguit voor die. Uilentoren loopt. Nou, over twee weken ben je daar weer voorlopig vanaf. Uh, maar dat is ons eigen evenement. Nee, wij uh, moeten toch een beetje hebben van uh, vrienden van de show. Mensen die zeggen: Nou, uh, mijn week is kop koffie. Daar wil ik wel een kopje koffie bij zetten. Voor drie euro in de maand. Of liever nog: ik zet in één keer een hele pot koffie uh, voor het hele jaar op tafel. Krijg je één kopje gratis. En dan uh, word je genoemd in de uitzending. Ik heb weer een mooi rijtje klaarstaan, Jurgen. Uh, weet je wie uh, deze week allemaal een show. Ik ben krijgen? heel benieuwd. Het is uh, Mariska Leloup. Deed in één keer een hele pot voor het hele jaar. Terwijl Jurgen. Dat zal jij dan niet zijn, maar een andere jurgen. Die koos voor het kopje koffie per maand. Suzanne Cele Monen doet het ook één kopje koffie per maand. Leon Sterke doneerde een kop koffie. Lisbeth Meerwald. Leuk. Is uh, de Lisbeth waar ik in Enschede uh, oh, samen ja. mee opliep. Ja. En uh, die doneerde in één keer een pot koffie. Sibbe Salet deed het ook. Wout Kersten deed het. En Corina. Die uh, doneerde allemaal via vriendvandeshow.nl. slash slimmer.com. Podcast. Als je dan gedoneerd hebt, dan krijg je ook een bevestigingsmail. Kom je er ook bijvoorbeeld achter hoe je in die WhatsApp communities komt, waar het de hele tijd over gaat? Word je toegelaten tot de exclusieve Strava Club? En krijg je 25% korting in de webshop op al deze mooie merchandise? Zo, so, Jurgen, pak even een slok koffie. Het is tijd voor het laatste deel van deze aflevering. We gaan Zoomen met Vroemen. We gaan Zoomen. Yo, goedemorgen. Goedemorgen, Guido. Een goedemorgen, heren. Hé, hey, fijn dat we even met de dokter kunnen bellen. Want uh, Jurgen en ik, die moeten natuurlijk uh, over ruim een maand aan de start staan bij een Ironman. Uh -huh. En wij vragen uh -huh. ons af of we Menken. misschien door heel veel ijzer te slikken. Uh, er ook een eind kunnen komen. Ja, en nee. uh, Gerrit keek uh, onder mijn, uh, naar mijn ooglid, zeg maar, aan de binnenkant en vond ja. dat bleekjes. Vrij bleke oogletjes En uh, er was uh, vroeger een reden voor mijn moeder om te zeggen jij moet uh, ijzerpilletjes heb je nodig. Dat ja, is, is een hele goede wijsheid, hè? Ja. ja, zeker. Nee, we hebben enorm biologisch, enorm veel uh, termen door de kamer horen vliegen net. Dat waar oh. ik het nu een beetje begrijp, maar ik snak okay. naar wat praktische toepasbaarheid. Dus um, we hebben nog een aantal vragen open liggen over overdosering, over hoe moet je trainen als je het slikt. Maar eerst maar bij het begin beginnen. Je bent niet alleen sportarts, maar natuurlijk ook uh, coach, trainer van topatleten en zeer serieuze recreatieve atleten. Vraag 1. Uh, prik jij, meet jij, uh, monitor jij ijzergehalzen? Ja, ik prik. En uh, um, ik monitor dat, ja, dat ligt er een beetje aan hoeveel. Ik prik niet iedereen um, elke maand bijvoorbeeld, of elk kwartaal. Um, dat is ook voor veel mensen uh, ja, niet direct. Dat je dan denkt, ja, moeten we dat elke keer gaan doen? Is dat nodig? Is het zinvol? Um, maar ik doe het in ieder geval bij mensen die ik uh, uh, begeleid. En dan is het wel uh, één keer per jaar sowieso een, een, een compleet bloedonderzoek erbij. Mocht er dan, ja, zaken, eigenlijk is het als je, hoe hoger je niveau, je, je presteert, hoe belangrijker het natuurlijk is dat je niet uh, tekorten krijgt op dat gebied. Ja, dan ga je eigenlijk elk kwartaal een beetje zo dit. En bijhouden. Um, bij, bij, de, bij de toppers, die hebben dan, als ze in een registered testing pool zitten vanuit de WADA, dan wordt er uh, sowieso elk kwartaal een uh, bloedmonster uh, genomen. Dus dan, ja, dan krijg ik die data en dan uh, hoef ik zelf niks te doen, maar dan krijg ik wel de waardes uh -huh. Daar wordt alles ook uh, gemeten, ook alle parameters rondom ijzerhuishouding. Uh, ja, compleet bloedbeeld. Okay. Je hebt een compleet ja. bloedbeeld, dus dat zijn dan. De rode bloedcellen ja. en de jonge rode bloedcellen, (erytrocyten) en de reticulocyten. Um, de witte bloedcellen plaatjes, hematocriet, ja. ferritine. Uh, nou ja, je, alle uh, termen die je waarschijnlijk een beetje rondom de ijzerstoffen kent, um, die worden daar wel in meegenomen. Maar bij de gewone mensen, de gewone mensen, ja, weet je, ook de prestatiegerichte mensen, dat is meer ook aan de personen zelf. Ja, het kost allemaal geld, hè? Ja. En als jij in je eerste, want wij hebben het één keer gedaan, nu ruim twee jaar geleden, daar kwam toen niks bijzonders uit. Dus als er dan geen vage of rare klachten zijn, dan zie jij geen aanleiding om dat vaker te doen. Nee, kijk, ik weet uit ervaring, je, heb ik dat al vaker ook bijgehouden. En in mijn, in mijn tijd dat ik bij de wielerploeg Rompot zat, die vijf jaar, moet je die renners ook verplicht elk kwartaal prikken. Ja. Ja, dan dan zie je op een gegeven moment eh, wel stabiele waardes. Tenzij iemand gaat klagen over vermoeidheid ja, die niet verklaarbaar is, hè, die heel raar is. En, en dan, zijn, ja, dan is een van de eerste dingen die je gaat bekijken, is eh, bloedwaardes. Of ja. er eh, rare dingen in, in zijn, hè, zoals bijvoorbeeld een te laag hb, hè, laag, mm -hmm. bloedarmoede. Ja, maar dat is dus, uh, je noemt het al vermoeidheid hè, maar dan zeg jij wat raar is dus als iemand op zich niet in een hele zware trainingsperiode zit, maar eigenlijk zelfs bij uh, lichte trainingen zegt van ja, dit, dit lukt me niet of ik heb geen fut of geen energie. Ja, dat, ja, 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 ja dat. Inderdaad, geen fut, nergens meer. Het is niet alleen bij training, Dan, dan merk je het overal. Hè? Ja. Maar dan zei je inderdaad bloedarmoede, maar dan ben je al best wel een stukje verder weg. En die, die st ja. Want ik, ik meende uh, opgepikt te hebben, oké, okay, bloedarmoede was een beetje vroeger. Werd dat dan uh, gedaan, maar dan zit je al vrij ver in het uh, ijzertekort schema, zullen we maar zeggen. Ja. Wanneer begin je dan die eerste stap te nemen? Dat je, want dan denk ik dat je naar ferritine gaat kijken, toch? Ja, je moet het een beetje zien dat je Hb-gehalte, als, als je bloed prikt, dan heb je eigenlijk een aantal simpele waarden. Dat is het Hb-gehalte, dus het gemalte hemoglobine. En dat zit aan de rode bloedcel mm -hmm. verbonden. Hè, dat zorgt voor het zuurstoftransport. Dus ja. dat is een belangrijke waarde. Naast, het is een concentratiewaarde. Dus daar moet je ook nog rekening mee houden. Hè. Het is niet een absolute hoeveelheid die je meet, maar het is een concentratie. Dus. Als je iets over concentratie dan moet je dus ook een beetje weten van hoeveel cellen en hoeveel plasma, ja. hoeveel vocht erin zit. Dus hematocriet is ook altijd een belangrijke uh, uh, waarde die daarbij eigenlijk hoort. Als je, ik, ik, ja, ik kan ook wel eens mensen naar een huisarts sturen hiervoor. En dan krijgen ze vaak alleen een HB. Dan ja. Denk ik, ja. Maar dan weet ik dus niet hun hematokriet. Nee. Dus zeg maar hoe is hun. Want vaak zie je wat er gebeurt in. in Warme periodes, zie je dat de concentratie hemoglobine gaat zakken. Ja. He, dan heb je bijvoorbeeld 9, als je in februari geprikt bent met een hematocriet van, laat ik voor, als voorbeeld zeggen, 0,45. Ja. En um, nou, je bent moe en uh, je hebt veel getraind en je prikt in juni, waar het al uh, een maand lang best uh, warm is geweest. En je hebt dan ineens een Hb van 8. En je kritisch kritisch op 39. Ja, ja. En jij zegt dat is denk ik uh, waarschijnlijk verdunning, hè? Toch? Dat je dat meer vocht vasthoudt. Ja. ja, nou ja, dat is een, een, een aanpassing ook aan de warmte. Ja. Je hebt ook meer bloedvolume. Ja. Je hebt gewoon ja. meer bloed dan. Ja. Dus absoluut gezien kan het best zijn dat je nog steeds dezelfde hoeveelheid hemoglobine is. Dus daar ligt het niet aan. Nee. Dus die twee ik, samen. Uh, voordat wij nog een rondje onder de motorkap maken... want ik hoor weer veel termen van net. praktische tip dan misschien, uh, Guido... die hier aan de keukentafel langskwam. Als je nou een, een fanatiek of een best wel serieuze duursporter bent... ik hoor jou het woord huisarts noemen en die meet alleen HB. Een van de tegeltjeswijsheden is... als jij een sporter bent, ga dan even naar een sportarts... als je dit vermoedt, want een huisarts... die stuurt je waarschijnlijk weg met... doe maar even rustig aan... Zou je dat onderschrijven? Of, ja, vraag aan de sportarts of je naar nou sportarts uh, ja. moet. Nou, ja. Nee, maar dan zeg ik wel, praktisch gezien heb je dan een probleem. Want je, tegenwoordig is de sportarts sinds 2016 zelfstandig eh, specialisme. Kun je niet zomaar bij de sportarts ah, aankloppen? Ja, dan mag je hè? niet zelf even aankloppen. Kijk, dat is natuurlijk dan weer een lastige vanuit zorgverzekeringsland in ja. Nederland. Zoals de boel geregeld is. Okay. Ja, dat gaat niet zomaar. Nee. Maar zij, je, je ja, moet dus wel u, alert op zijn als je ermee naar een huisarts gaat met vermoeidheidsklachten en je sport veel, dan zou het kunnen dat die huisarts dat in eerste instantie niet mee bekijkt en checkt. Ja, als je, als je zegt, ja, ik wil bloedonderzoek doen, ja, dan, dan moet je die huisarts eerst overtuigen dat dat ook zinvol is. Het ja. kan ook zo zijn dat het natuurlijk gewoon ergens anders aan ligt, maar eh, daarvoor ga je naar de huisarts omdat die misschien omdat hij verstand heeft van wat er dan aan de hand zou kunnen zijn. Ja. En hoe uitgebreider een bloedonderzoek moet worden, hoe meer het gaat kosten. Ja. En toch, het gaat ergens van het budget af. Hè? En als je bij de huisarts komt, gaat het van budget van de huisarts af. Dus ja, dat is dan toch een financiële kwestie. Hè? Dus dan gaat er niet, dan wordt er niet, zeg maar, Kijk, Oh, doe dit en, dit en dit en dit. Doe al die 25 parameters die we hier op het formuliertje hebben staan, vinken we allemaal aan. Ja, ja. Nee, dat is een verschil met een sportmedische keuring die ik bij jou doe, maar ook uit eigen zak betaal. Hè? Want daar doen we dat dan wel. Ja. Uiteindelijk zit dat, zeg maar, in de prijs daar ja. meegerekend. Ja. Ja. Helder. Maar hey, Giger, wel, ja. hoe, vaak, hoe vaak kom je tegen in jouw atletenpool? Want je, je zei al een beetje... Ja, niet ja, zo die... vaak. Niet, maar, van... niet zo heel vaak, nee. Maar je hebt het wel eerder bij vrouwen dan bij mannen. Mm -hmm. Dat herken je ook. Menstruatie, ja. die meespeelt. Um, sommige vrouwen hebben gewoon veel last van menstruatie. En dan in de vorm dat er best wel veel bloedverlies bij komt. Ja, en dat, dat raak je allemaal kwijt. Um, Hartlopers kunnen er ook wel wat meer last van krijgen door ja, ongemerkt bloedverlies via maag-darm-systeem. Um, wat wat je dan eigenlijk langzaam wegcijpelt. En dat je, ja, dan hoef je niet eens bloed bij de ontlasting te hebben, maar dat zit dan gewoon in de afbraak van de rode bloedcellen. Mm -hmm. En dat, dat neemt dan langzaam eigenlijk een beetje af. Dus ja, dat, dat zie je wel wat vaker bij hartlopers. Maar ja, triathneten doen ook allesmaal. Al. Um, maar ja, uh, het komt niet heel veel voor. Maar het komt wel voor. Ja. En dat is, dat, is, weet je, dat is wel zo. En, um, je, je komt er inderdaad vaak pas achter. als iemand al echt zoiets heeft. Ja, maar nu hè, ben, heb ik al een paar weken wat minder gedaan. En nog steeds ben ik heel moe. Ja. Maar in het ideale geval, hè, wat, waar, waar zou jij naar Welke uh, bloedparameters uh, wil je naar kijken? Als je ja. denkt, en nou wil ik echt zeker weten of het een korte ijzer is. Wat ja, voor mogelijkheden de, heb je? Wat, wat ik zei al, het bloedbeeld is mm -hmm. heel belangrijk, ja. dus het, het rode en witte bloedcellenbeeld. En um, daar heb je dat HB, HT, rode bloedcellen, nieuwe rode bloedcellen daarbij. Ja. Die ferritine, dat is de voorraad. En dat is eigenlijk een, een nou, die hoeft niet enorm te zijn. Sommigen denken, ja, maar ik heb nu. Uh, de, of, of de, de norm zit tussen de 50 en de, en de 300. Mm -hmm. Dus 300 is beter. Nee. Dat wordt er dan zeg maar gesuggereerd. Ja. Dat is niet zo. Um, als jouw auto uh, een benzinetank heeft van 80 liter, of daar nou 80 liter in zit of 10 liter in zit, hij rijdt net zo hard. Alleen, nou, hij rijdt misschien nog wel harder met gewicht, maar oké, okay, daar <laughs> hebben we het dan niet over. Um, maar je moet, zorgen dat, je moet wel zorgen dat er iets in blijft zitten. Ja. Als, als, die, als die voorraad van ferritine, je, uh, je die is vrij laag, die zit aan de onderkant, en je hebt niet een, een vorige meting, dan kan het best zo zijn dat die uh, langzaam leeg leeggesnoept wordt, omdat die gebruikt wordt om steeds weer nieuwe rode bloedcellen aan te maken, om dat Hb op peil te houden. Ja. Ja. Als die op een gegeven moment die voorraad leeg is, ja, dan gaat je Hb dus ook zakken. Ja. Want dan kun je ja, de, de vraag niet meer aan. Maar wat dus jij is zegt is al erbij, ja, dat je eigenlijk... De, de, je wil liever ook nog weten wat de, de vorige keer was. Ja, Suggererend dat het, het ook hebt. nog per persoon een beetje per sporter wel afha ja, afhangt. Dat de ene het prima doet op uh, waarden die uh, rond die, uh, die, 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 die 50 hangen, bij wijze van spreken, of 70. En de andere doet het prima rond die 250. Zijn er individuele verschillen die te maken hebben met uh, nou ja, man, vrouw, uh, getraindheid en, ja. en uh, wat ze eten met name? Ja, vooral wat ze eten. Ja. Als we de vegetariërs, veganisten hebben, die, die moeten het ijzer ergens anders uitkrijgen. Mm -hmm. Die eten geen vlees. Ja. En dat is toch een bron van ijzer. Dus je moet wel, als je, de, als je de, uh, geen vleesproducten eet, moet je dus wel zorgen dat je ergens anders je ijzerproducten uithaalt. Of het suppleert. Ja. ja, daar wil ik en, even naartoe. Want is uh, stap, ja, doen we hebben ja, iets te veel uh, ja. de aflevering over die we al uh, besproken hebben met elkaar. Namelijk, stel je kiest ervoor om te moeten gaan suppleren. Dan uh, hebben onze twee vraagstellers van deze aflevering, Corine en Karin, allebei eigenlijk de vraag: Ja, moet ik daar mijn training op aanpassen? Op een of andere manier hebben ze dat idee. Karin schrijft letterlijk: Mag je gewoon doortrainen wanneer je met tabletten je ijzervoorraad weer op pijl probeert te krijgen? of werkt dat het herstel, juist tegen ik denk dat ze in dat geval bedoelt, het herstel van de ijzervoorraad. Ja, dus, ja. ja dat is een goede. Ja. Want, waar, eh, je krijg, je, eh, waarom moet je ijzers bij gaan slikken? Omdat het dus is bepaald dat je te laag ijzer, haemoglobine gehalte hebt. Ja. Dus, dat wil zeggen, jouw prestatievermogen, jouw zuurstoftransportvermogen is ook beperkt. Ja. Oftewel, je gaat ook eerder over de rooien. Oftewel, je gaat ook eerder, je gaat ook langer herstel nodig hebben als je hard traint. Dus zolang je daar eigenlijk met een tekort zit, kun je maar beter de hele intensieve trainingen wat, nou ja, wat, nou, wat later gaan doen. En de eerste 1, nou 2, ja, misschien 3 weken het nog maar gewoon beperken met de rustige duurtrainingen. Die je eigenlijk gevoelsmatig nog goed aan kan. Ja. Zo, Want dat is, het is een, hele het, is een aanwijzing. het is een lang uh, traject, hè? Dat viel mij op dat je nou, minimaal vier en soms tot, tot twaalf weken kan suppleren. Ja, hoe lang duurt het uh, dat je, als er vandaag een nieuwe rode bloedcel moet worden ja. gemaakt, hoe, hoe lang duurt het tot die rijp is? Hebben we al gehoord? Ja, nou, in, in ieder geval de levensduur de van een rode de de 120 bloedcel 120, 120 dagen. dagen. Ja. Dus uh, ja, nou, goed. Ja, als je, je hebt eigenlijk, uh, voordat je een rijpe rode bloedcel hebt, duurt het bij al zes weken verder over. Ja. Ja. Dus stel je begint daar nu mee, ja, eigenlijk ben je dan vier tot zes weken later, merk je daar eigenlijk ja, ja. dan pas resultaat van. Hè? Ja. Okay. Dus vandaar dus... zeg ik ook: die twee, drie weken rustig aandoen. En niet zozeer dat dan um, de, de ijzer uh, inbouwen in nieuwe cellen geremd wordt, maar je, wordt je hebt gewoon niet de capaciteit om hard nee. te trainen. Nee, ja, want dat zijn opbrengst. eigenlijk twee, twee factoren die meespelen. Je zegt enerzijds, je, he, je hebt gewoon op dat moment... Hè, dat is de hele aanleiding waarom je waarschijnlijk bloedonderzoek liet doen. Je bent vermoeid, je bent minder belastbaar. Dus ja. jouw hele trainingsprogramma, zoals je het kende, niet ja. van toepassing. Rustige duur. Wij leerden eerder in de aflevering ook nog over het fenomeen hepsidine. Mm. Uh, wat ja. ontstaat van duursporten, wat ook nog eens de ijzeropname zou remmen. Is dat hier nog een factor in? Of zeg je ja. het eigenlijk vooral vanuit belastbaarheid? Nee, hepsidine is eigenlijk een factor die je zelf gaat maken als je heel veel ijzer slikt, ja. toch maar. En daarom zeg ik altijd, je kunt beter één dag drie pilletjes ijzer nemen, drie dagen niks en dan weer een dag drie pilletjes nemen dan elke dag één. Ah, ja, ja. nog een praktische tip. Hey. En dat is om, om die levels van die hepsidine niet te veel in de weg te ja. laten zitten. Ja. Maar als je het altijd, zeg maar, één pilletje slikt... dan krijg je op een gegeven moment meer hepsidine... en die gaat de ijzerinbouw blokkeren. Ja. ja. Aha, oké. Okay. En dan kun je dus beter ervoor zorgen... dat je dus een paar dagen even niks doet... en dan weer veel. En je bedoelt en nu niks doet, want er lopen dingen door elkaar. We hebben het over hoe kun je trainen... maar je bedoelt nu met niets nee, niets doen, niks doen met suppleren. Ja. ja, geen pilletjes. Niet suppleren en het trainen wel doen... maar rustige duur. Dus vooral tot je zelf ja, voelt... Dus. Dat die fitheid weer en die belastbaarheid weer een beetje terugkomt. In principe komt zeg maar, één dag drie, twee dagen niks op hetzelfde. Dus elke dag één. Alleen de, de uitkomst ervan, hoe het werkt in het lichaam, is toch anders. Ja, slim. En wanneer stop je dan uiteindelijk? Stop je na zes weken, twaalf weken. Wat, wat uh, moet je opnieuw ja, prikken eigenlijk? Ja, dat zou ik wel doen. Ja. Ja, ja, eigenlijk zou ik zeggen, als je, als je weet dat die heel laag is, hè, dat heb je bepaald en je gaat slikken. Uh, ga in ieder geval drie maanden door. En um, eventueel kun je tussendoor natuurlijk nog een keer uh, laten monitoren of het echt wel beter wordt, mm -hmm. of het aanslaat. Of dat er misschien iets anders meespeelt, wat, wat, wat de ijzeropname nou ja, misschien wel ja. beperkt. Of dat er ergens een probleem zit wat, wat je over het hoofd hebt gezien, waardoor je gewoon laag ijzer houdt. Um, en um, ja, na, drie, na drie maanden zou ik zeker kijken van nou ja, waar staan we nu? In hoeverre, ik, ik, ik zit het heel erg praktisch te maken. We hebben het over vrouwen die mensen weer een bloed verliezen. Als ik nou eens even niet denk aan hardlopers, maar aan wielrenners. die te maken hebben met valpartijen. Ja, ja nee, maar flauwe use case. Maar ik denk, waar ja. kun je nog allemaal bloed verliezen? Ja. Is, het, is dat dan ook een issue of zijn dat niet de volumes? Is trauma van valpartij Tuurlijk. iets waar je op moet letten met, met ook je eigen grote, grote, grote blauwe plekken? Wat denk je dat daarmee gebeurt? Ja. Ja, weet je, het is allemaal bloedverlies wat tussen de weefsels zit, dat mm -hmm. wordt opgeruimd, dat komt niet meer in de circulatie natuurlijk. Oh ja. Uh, ja, nee, dus dat, dat kan ook. Hè. Je moet niet elke, als je elke wedstrijd valt en je hebt heel veel blauwe plekken, Ja, dan op een gegeven moment kom hij zit je denk ik ook wel aan het tekort. Nou, is dat een beetje hypothetisch. Maar, eens, eens. Uh, Ik kan me voorstellen dat dat niet de hoeveelheid is. Ja. Ja, je kunt op heel veel manieren dus bloedverlies hebben. Zonder dat je denkt van ja, maar ik heb... Ja. Uh, hoe kan dat nou? Ja. Ja. Hé, hey, maar jij bent... Uh, er zijn geen atleten bij jou die eigenlijk... Continu extra uh, suppleren. Ja, Omdat, vegetariërs, veganisten. Ja, die doen ja. dat wel. Uh, de veganisten, ja. vegetariërs op topniveau dan, hè Guido? Want een recreatieve nou ja. sporter? Uh, uh, of niet? Dat is misschien, ik denk dat je weet je, als je... Je hoeft niet op topniveau te zijn. Als jij veel... Ja, veel okay. sport, veel Veel vreem. uren maken. Ja, ja. gaat niet om het ja. niveau, maar om de uren. Ja. Dan, is, dan is het gewoon belangrijk dat je genoeg ijzer binnenkrijgt. En ja, dan hoeft hij niet op topniveau te presteren. Ja. Maar dan is het gewoon voor je gezondheid en, en je welzijn gewoon belangrijk. Om dat op goed pijl te houden. Helder, helder. Nog één haakje. We gaan suppleren. Al dan niet omdat we de reden zien. Overdosering. We hebben het kort even ja. gehad over de ijzerstapelziekte. IJzerstapel, ja, in ieder geval het nee, vereniging ja, van ijzerstapel. ijzerstapelziekte. maakt ja. Um, dat heeft Jurgen kort toegelicht. Wij waren nog een beetje in die open. Ja, hoe, hoe ja, heb je dat nou in de gaten? Dat dat nou weer... ja, dan is het echt een pathologie uiteindelijk. Met hartfalen en leverproblemen, ja. noem maar op. Lever. Maar er zit natuurlijk ergens een tussenfase. Waarin je, uh, ja, wanneer heb je in de gaten van. Uh, nou, is het tijd om te stoppen. Of neem je te, Dat sommige atleties denken: ach, ik neem die drie pilletjes. Laat ik de ene keer maar uh, vijf nemen voor de zekerheid. Ja, dat daar ook nog een, een grijs gebied is van uh, te veel, zonder dat je meteen, nou ja, uh, iets, iets daaraan merkt. Maar... Ja. Ja, ja, de hemochromatose is natuurlijk een aandoening, dat hoeft de, die hoeft de niet te slikken natuurlijk, want die nee. houden het heel hoog vast. Die kom je, ik ben in mijn carrière als, als sportarts in alle te, sportmedische keuringen die je met kom je die wel eens, zo af en toe kom je dat wel eens tegen. Mm -hmm. Dat je gewoon prikt en dat je uh, gewoon ja. een hoge HB hebt. Wat toch niet zo opvalt. Maar dan komt ineens de ferritine. Dan denk je: Jeetje. Ja. Die heeft een waarde van, van 800 of zo. Ja, ja. Nee, dat, is, dat is echt wel hoog. Ja. En dan denk je: Nou, een ferritine is daarnaast ook nog eens een acuut fase-eiwit. Dus mm -hmm. als, als je een infectie hebt, gaat die ook omhoog. Ja. Dus dan kan het ook zijn dat iemand ziek is geweest. en dat die daardoor, Maar dat, he, dat is dan allemaal niet zo. Dus dan denk je: Oké. Okay, Um, hier moeten we toch wel even verder naar kijken. Dus dan laat je even in ieder geval zien, al, uh, verder bekijken of dat speelt. Want ja, dan heb je anders kun je daar op den duur wel problemen door krijgen doordat het constant een hele hoge ijzerwaarden zijn. En dat is ja, ijzer is dan op een gegeven moment ook wel giftig voor bepaalde ja. uh, organen, zoals de lever vooral. Ja. Um, maar uh, terugkomende op je vraag. Um, ja, ben je niet bang bijvoorbeeld van die mensen die dan, uh, die, die veganisten, die uiteindelijk toch De... ook heel veel pulvruchten of spinazie eten? <laughs> ja. Dat ja, je denkt, en, nou en, misschien uh, ja. en suppleren, misschien moeten we daar maar eens even mee, mee, uh, ja, ook daar mee is stoppen. Een, is daar, ook daar is wel eigenlijk in het lichaam best wel een, uh, een graadmeter voor. Want als je, als je dat suppleert en je suppleert heel veel. en je bent bouwvoerder, ja misschien is het wel te veel dan moet je maar eens dagelijks achterom kijken als je de grote boodschap hebt gedaan hmm. want als, daar, als, als die zeg maar heel donker uh, tot zwarte poep wordt ja, ja. dan weet je oei uh, dit is echt wel heel veel ei, hè, Dat roestbruin uh, en dan wordt het heel zwart en ja. uh, dan poep je het eigenlijk allemaal uit dus dan neem je er eigenlijk helemaal geen ja, niks van op en dan heb je het dus ook waarschijnlijk helemaal niet nodig. Dat is een overmaat. Ja. ja, precies. Dus dat is de manier toch uiteindelijk om van de extra ijzer af te komen in combinatie ja. met uh, ja, alleen maar de bloedcellenafbraak. Ik, af, ja. ik vind het altijd lekker als je dan zegt, nou, wat je te veel je wel uit, dan zou je kunnen zeggen, baat het niet, dan dus schaadt het niet met dit supplementje. Nee. Maar dat is dus echt niet aan de hand hier. Deze nee, pak je er klopt. niet zomaar lichtvoetig hmm. bij. Nee. Nee, het is niet zeg maar, ja weet je, neem maar 300, 250, 200 milligram ijzer. Oh, weet je, zoals het, eh, dan, dan is vijf keer zoveel inderdaad, misschien ook vijf keer zo goed. Hè? Ja. Dat is nee, wel meer en wat wat ik altijd een beetje heb onthouden van de vitamine C, als je daar te veel en ook daar kun je echt wel over. Maar hè, als je daar wat te veel van inneemt, joh, dat pies je wel uit en dat is niet niet zo aan de hand. Dat gebeurt ook tot op zekere hoogte, maar ja, je hebt altijd mensen die dan toch nog, nog meer gaan nemen en dan wordt het gewoon, ja, dan wordt het toxisch. Ja. Alles wordt toxisch op een gegeven moment, dan heb je gewoon negatieve gezondheidseffecten ervan. Ja, helder. Dus hou het nou maar gewoon bij de aanbevolen hoeveelheid, en dat is ook zat, want ja, op een gegeven moment, als je tien keer zoveel neemt, dan kun je dat op, op dat moment, als, de, nou ja, als, als er een, een trein met wagonnetjes staat, met tien wagonnetjes, en er komen duizend mensen aan, ja, daar is geen plek voor. No. Dat is zeg maar, bij het ijzer simpel gezegd, kun je dat ook zo zeggen. Mm. Dat, dat gaat, je kunt wel heel veel ijzer erin gooien, maar ja, dan kan er kan maar een bepaalde hoeveelheid ingebouwd worden. Ja. Dat is dokter Ferrari, die zei dat, hè? Michele Ferrari. Die zei: Water is ook, euh, als je ja. veel van neemt, toxisch. Ja, ja nee, uiteindelijk is alles toxisch. <laughs> uh, nog één hele specifieke vraag. Heb jij ervaring met uh, uh, degenslikkers? Ja. <laughs> dat is wel een hele specifieke ja. vraag. Uh, nee, dat zit nog niet in mijn. Uh... Uh in mijn expertise. Oh, jammer. Ik dacht, is misschien, uh, misschien ook uh, nog goed... hè dat je het alleen even, net zoals de koolhydraten... In je mond spoelen, dat je even het ijzer naar binnen haalt... en weer eruit. Nee hoor, geintje. Geintje met de visual van deze aflevering. Nou ja, ik uh, moest wel even denken... ik kwam ergens op een vage site, denk ik... noem maar op, die zeiden om... ijzer te te gaan. Bak in pannen met een of andere... ijzerlaag, want er komen altijd wel kleine... Uh, Ga in een vage site zitten? Ja, in deze nou podcast? ja. En toen dacht ik, hè? Hoe kan iemand dit nou aanraden? Maar dit suggereerde eigenlijk... Maar misschien is het helemaal niet gek. Tuurlijk, we weten PFAS, noem maar op. Zit, dat is ook de, ijzer. De, ja, dat je voor je het weet... Dat het ook afhangt een beetje van de pannen die je gebruikt. Dus kijk daar even goed naar, laat ik het zo zeggen. Ja, ja. ja. tip. Mooi Guido, uh, dankjewel voor deze rijke toelichting. Uh, Jurgen, dankjewel voor de bijzonder biologische uitleg weer deze Graag gedaan. week. gedaan. Ja. Diep onder de motorkap. Um, wij gaan ons uh, langzaam voorbereiden. Als de lente toch eindelijk een beetje opkomt en de bossen langzaam opdrogen op uh, een triathlonseizoen. Volgende week gaan we nog even hebben over lopen. Guido, we gaan het hebben over lopen en karaktertesten. We laten jou daar even buiten, want. Nou ja, de vraag is of daar echt iets zinnigs over te zeggen is, maar dat horen onze luisteraars volgende week. Die week daarna okay. willen we je graag uitnodigen om de hele aflevering mee te doen. Want dan gaan we een aantal luisteraars be vragen beantwoorden over hoe moet je nou eigenlijk een goed triathlon-trainingsschema bouwen? Poh. Doe je mee? Poh. Ik heb het al een paar keer genoeg gedaan. Ja, okay. daarom. Nou, mooi. Dus dat is mooi. Dus dan hebben we uh, volgende week mis we je een week. Maar de week daarna gewoon een volle aflevering Guido Vroemen erbij. Dat doen we okay. dus op basis van vragen van luisteraars. En uh, laat ik onze luisteraars en kijkers nog eens uitleggen hoe je die vragen bij ons kan. Dat kan op een aantal manieren. We zijn de Ed Slimmer Podcast op Instagram. En we zijn de Slimmer Presteren Podcast op LinkedIn. Handig om te doen. Ons even daar opzoeken en volgen. Dan zie je iedere vrijdag meteen waar de aflevering van die week over gaat. En je kan die aflevering daar natuurlijk ook van commentaar voor zien. Je kan ons DM'en, je kan andere mensen erop wijzen. Hartstikke leuk! Of je gaat naar onze website www.slimmerpodcast.nl. Dan vind je van iedere aflevering een eigen pagina. Ook van deze aflevering kun je de link pakken naar al je veganistische of vegetarische vrienden. Of alle mensen in je netwerk die je wel eens hebt horen klagen over vermoeidheid. Zeggen: Kijk, wil je precies weten hoe het zit met ijzer? Luister maar eens even naar deze aflevering. Of je kan ons met jouw aanvullingen, verduidelijkende vragen of suggesties voor onderwerpen natuurlijk ook altijd even mailen via post at slimmerpodcast.nl. Tot zover deze week. Uh, ik ga zondag lekker kijken bij de Marathon in Utrecht. En uh, Jurgen, ik hoop dat ik jou daar ook zie. Ja, leuk. Like. Guido, dankjewel. En tot over twee weken. Hoi. Doei. Doei. Wat goed dat je deze diepgravende technische biologische aflevering helemaal tot het einde uitgeluisterd hebt. Inmiddels hebben wij meer dan 180 afleveringen Slimmer Presteren Podcast gemaakt. Dus voor alle nieuwe luisteraars of voor iedereen die denkt, nou ik wil nog wel eens even verder luisteren, eindigen we de aflevering met een tip. Jurgen, welke aflevering zouden wij nog eens onder de aandacht willen brengen van onze luisteraars? Dan zou ik die aflevering met, uh, over de mid met Matthijs Hesselink, uh, nummer 148. Ja. Omdat hij, uh, hij doet daar onderzoek naar. En dan kom je erachter van wat wij altijd simpel zeggen: Oh, dat zijn energiefabriekjes. Dat daar best wel ingewikkelde uh, handelingen en, en reacties plaatsvinden. Waarbij in ieder geval een aantal reacties, dus ijzer, ook een rol speelt. Ja, dat. En ik moet zeggen, als je dit een leuke aflevering vond. en die niet te technisch voor je was. dan ga je die ook. Echt waarderen. Lekker de diepte. Ik heb ook mensen gehoord die daar niet doorheen kwamen, maar die luisteren waarschijnlijk nu toch al niet meer. <laughs>